Mike. Den Appels. Den Appels. Samenwerking. De samenwerking ging goed en de taken zijn goed verdeeld. We hebben op school de taken verdeeld en en buitenschool, ja. En jullie kwamen meteen op dit idee of had je eerst nog overleg van nou, wat doen we? Ik kan me wel heel goed voorstellen. We maken misschien een kleine model bouwen van het project. Ik geloof, nou ja, je hebt tegenwoordig heb je de techniek er prima voor. Dus donderdag moet je het hebben. Ja. Ja, dat was een beetje gebund. Maar ik kan me herinneren dat jij de eerste les had, jij gelijk beneden al ergens achter de computer. Ja, dat klopt, maar dat was niet zo goed. Kun je iets vertellen over de technologie? Ja, het is een. Je hebt water nodig en elektriciteit. Ja, nee, branden. Maar als het goed is, dan branden donderdag de lampjes. Ja. Tastbaar, dus zeg maar een basisopzet van de jullie is energie opwekken en we hebben nu voor lampjes, maar kan je voor allerlei kleine doelen inzetten. Ja. En maak daar een vertaling aan van je eigen vak. En hoe zie je dat in de toekomst in het kader van duurzaamheid? Dan is het ook een hele moeilijke vraag om daar meteen een antwoord op te geven. Om er toch een mooi heel gebied van te maken voor de insecten. Want zonder insecten komen wij niet verder. Trekken en dat die daar kunnen nesten en daar een plaatsje kunnen vinden. Okay. Vonden jullie een leuk onderwerp? Ja. Ja. Jij en je minder hebben over daar? En twee dingen voor zorg en welzijn. En bij zorg en welzijn koken ze best veel. En als groenleerlingen verbouwen we best wel veel planten en zo. We hebben hier buiten namelijk ook een kast. Dus daar zou je dan zulke dingen zo kunnen verbouwen. Heb je het allemaal in de les gedaan of buiten de les? Of? In de les. Ja. Ja, de poster. Kom je op dat idee? Omdat je op een gegeven moment koffie had gezet en ik dacht, wat moet je met die spul? Ja, omdat wij, Er wordt wel heel goed water gefilterd. Alleen er wordt heel veel elektriciteit voor gebruikt. Dus wij dachten we maken er zelf één met geactiveerde houtskool en dan zand en grind. En dat hebben we in lagen verdeeld. En dat hebben we dan in een fles gestopt om als voorbeeld aan jullie te laten zien. En we zijn op het idee gekomen doordat we in het buitenland dat ook heel vaak hebben gezien. En dan kunnen we aan jullie ook een beetje laten zien in een klein voorbeeld hoe dat dan gaat. Ja hoor, dat hoort er ook bij. We hebben besproken van, want iedereen doet zorg en welzijn bij ons, dus wij dachten van wat past bij zorg en welzijn. Een bepaalde logische volgorde. Ja, er zit een logische volgorde. Ja, want eerst gaat hij voor de houtskool. Zien? Dat zien we dan donderdag wel, maar het gaat ons om dat je even kort vertelt waar je mee bezig bent geweest, met hoeveel personen en hoe je dat vond. Ik ben Ruben en wij gaan een presentatie doen over een biologische hamburger. Weten jullie waar de groenten vandaan komen? Even goed. Want dat is namelijk het mooie aan dat idee, heb ik nog niet verteld. Laat het vliegen, verminderen we de CO2-uitstoting. Zeker wel. Zeker wel. Ja. Dit idee? Nee. En waarom? Wordt er minder bomen gekapt. Spot. Belasting, dat betalen we ook. Rafael en Lisa, kom maar even. Middelen van het waterstof. Hoe kan ons product de wereld verbeteren? Uitstoot, komen er geen schadelijke stoffen in de lucht. Waarom dit ons logo? Omdat waterstof blauw is en we dachten... Je gaat door de natuur in plaats van... Ja. Nou, kun je er nog wat meer op? Metaal, dat is eigenlijk... De walking scooter. Komt bekend voor. Ga verder. Je maakt me nieuwsgierig. Ja, dat maakt me dan. Gaat de accu, komt er meer energie in waardoor de motortje blijft aandrijven. Oké, dus er zit eigenlijk ook een klein elektromotortje op. Ja. Oké. Ja, dat zie je ook wel. Dankjewel. Bedankt. Mooi.